Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe review video. En vandaag gaat de review over de Fujifilm X-Pro3. En ik ben hier met Maarten van der Voorde, fotograaf en ook ambassadeur van Fujifilm. En dit is ook echt jouw camera. Ja, dit is mijn camera. Eén van de twee, want ik heb er inmiddels twee. Ja. Heerlijke camera om mee te werken. Heeft mijn Pro 2 vervangen. Ging een beetje met pijn en moeite, maar ik ben er heel erg blij mee. Kijk, nou, laten we niet langer wachten. Aan de slag. Maarten, laat ik meteen met de deur in huis vallen. Iets wat iedereen wil weten. Hoe zit het nou eigenlijk met het klapscherm? Ja, er is heel de wereld over gevallen. Ja. Fuji heeft besloten om het LCD-scherm aan de achterkant te verwijderen. Ja. Eigenlijk te verstoppen. Ja. En hij zit er gewoon in. Oh, ja. Er zit gewoon een LCD-scherm in. Dit is het enige wat hij kan doen. Openklappen, ja. Maar dat is voor mij voldoende. Ik gebruik het LCD-scherm bijna nooit. Ook niet op mijn H1 waar ik mee werk. Wat je ziet gebeuren is dat mensen een foto maken, vervolgens op de scherm gaan kijken wat het geworden is, ja, en missen wat er voor hun neus gebeurt. En als ik wat wil zien, kan ik hem altijd openklappen, maar ik krijg natuurlijk ook mijn feedback via mijn zoeker. Ja. Want het is geen gemis. Nee. Ik vind het alleen maar een verrijking voor de camera en ik vind het back to basic om te fotograferen. Ja, een beetje terug naar toen. De meeste mensen die deze camera aanschaffen, dat zijn toch de mensen die misschien wat puurder naar fotografie kijken. Ja. En ik word er heel erg door getriggerd en heel erg door gemotiveerd. Ja. Ik vind het geweldig dit. Het geeft een beetje de retro feel en een beetje ook de retro look, hè, als je naar de camera kijkt. Ja, ik hoor wel eens, camera van je opa zeker. Ja. Ja, de laatste nieuwe techniek zit erin. Maar hij oogt gewoon heel vriendelijk. Ja. Ook naar mensen toe, portretten maken op straat of tijdens een documentaire als je bezig bent. Mensen zien het niet als een bedreiging. Nee. Dus het is een hele vriendelijke camera. Voor documentaire reportage, voor mij de camera. Ik neig steeds meer naar deze camera. Gaaf. Maarten, we hadden het net natuurlijk al over de looks van deze camera. Maar er gebeurt ook iets met de looks van de foto's in de camera natuurlijk. Wat heel uniek is. Absoluut. Fuji heeft al zijn oude films. Astia, Velvia, Classic Chrome. Ja. Er zijn er nog een aantal. Die hebben ze allemaal gedigitaliseerd in deze camera gestopt. En als je in JPEG schiet, dan kan je van tevoren dat sfeertje van die oude film kun je kiezen. Ja. Toevoegen aan je beeld. En dan is die eigenlijk al klaar. Dan hoef je klaar. Thuis niet meer uit te werken. Nee, dan hoef je dus eigenlijk niet meer achter de computer zitten en tijd zeker in je foto's bewerken. Ja. Maar als je het wil. Als je het wil, kan je het altijd nog toevoegen. Als ik schiet zelf in RAW, ja, kan ik het altijd nog toevoegen. Maar voor JPEG, ze zitten er allemaal in. Prachtig. Weet je wat? Laat het niet langer wachten. We gaan aan de slag. Aan de slag. Zo, maar het is altijd super gaaf om een fotograaf als jij te volgen op zo'n dag. En volgens mij mag het resultaat er wel wezen. Het is een heerlijke dag, mooie dingen. Straatfotografie is natuurlijk altijd leuk. Mooie ontmoetingen, mooie mensen. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Maar vandaag zit het mee? Vandaag was het leuk. Ja, okay. Ik vermaak me wel. En als professionele fotograaf zijnde, wat zijn nou eigenlijk de unique selling points van deze camera? Ja, om te beginnen natuurlijk het hart van de camera. De 26,1 megapixel APS-C sensor. Ja. Die is fenomenaal, ja, mooi van contrast, superscherp. De zoeker, ja, echt waanzinnig scherp en het is bijna, het is gewoon een realistisch beeld. Ja. Mensen die van spiegelreflex komen, die willen heel graag het echte beeld zien. Ja. Maar ik kijk op mijn zoeker, ja, en ik kan dus eigenlijk mijn correcties in de zoeker al terugzien. Ja, precies. Dat is fantastisch. Je kan hem ook optisch doen, hè? Ik kan hem ook optisch doen, het is heel simpel. Eén knopje en ik heb een optische zoeker, één knopje en ik heb mijn digitale zoeker weer terug. Super. Dus dat werkt supersnel en ik wissel dat ook wel eens af, ja, zeker bij bewegende beelden. Ja. Daarnaast is die ontzettend goed in lage lichtomstandigheden, ja, weinig licht. Ja. En ik ben een liefhebber van dat weinige licht. Ja. Dus ja, deze camera wordt steeds meer mijn vriend wat dat, ja, betreft. Ja. Gaaf. En autofocus? Autofocus is die gewoon goed, snel, ja, adequaat, accuraat. Ik kan er heerlijk mee werken. Zeker voor documentaire werk neig ik steeds meer om deze camera met prime lenzen te pakken. Ja. Maar voor het werk op straat en de kleinere documentaires, dit de camera. Absoluut. We'll be right back.
Doe je ook wel eens iets met film? Nee, ik ben fotograaf en ik zeg altijd, schoenmaker hou je bij je leest. Ja. Filmen is een apart vak. Maar jij filmt toch? Dat klopt. Hey, veel plezier ermee. Dankjewel. Dan zou ik gauw even wat vertellen over de filmspecs, want eigenlijk is het best wel een beest wat hij allemaal kan. Hij schiet namelijk in 4K 30 frames per seconde en in Full HD 100 frames per seconde. En dat doet hij met een schrijfsnelheid van 200 MB per seconde. Dan heb je dus eigenlijk superveel data om mee aan de slag te gaan als je in de edit zit. Maar wat dan weer heel erg relaxed is, is dat je niet per se in de edit hoeft te gaan zitten. Want al die kleurprofielen waar we het over hadden, kun je dus ook gewoon gebruiken bij video. Dan heb je een hele mooie filmische look zonder de vele moeite. Maarten, je ziet het. Het is een stukje donkerder geworden. Heerlijk. En niet zonder reden, want wij willen nog even aan de slag gaan met de low-light capabilities. Ja, absoluut. Ja. Daar is die absoluut heel erg goed in. Ik ben al helemaal niet bang van hoge ISO's, want dat kan die prima aan. Ja. Maar daarnaast vind ik dit een uitdaging om te werken met dit licht. Ja, het is prachtig. Er is ineens sfeer, de lichtjes doen het geweldig, de lucht is mooi. En nu wordt het een uitdaging om toch dat goede beeld te maken. Dat kan die ontzettend goed. Een tijdje geleden heb ik hem de vuurdoop gegeven bij een bluesconcert. Ja. Waarbij in de stad in verschillende cafeetjes en restaurantjes optredens waren. Dan is het licht van het cafeetje, dat is natuurlijk helemaal niks. Nee. Was één theatertje waar ook nog voorstellingen waren. Nou ja, het geeft gewoon een heel fijn beeld. Hij kan het perfect aan. En ik word heel blij van dat soort beeld. Om daarmee te werken. Nou, je hebt hier een hele mooie plek, denk ik, om even aan de slag te gaan. Ja, ik wil nog even naar het station, want dat is een hele leuke plek om daar wat beeld te maken. Gaan we doen. Top. Nou, maar het einde van de dag. Ik had eigenlijk nog één vraag voor jou. Ja. Voor wie is deze Fujifilm X-Pro3 nou eigenlijk echt bedoeld? Ja, eigenlijk voor iedereen. Maar als je echt kritisch naar de camera gaat kijken, dan is het een camera voor reportage, documentaire fotografen, straatfotografen, mensen die low profile willen werken, reisfotografen, mensen die niet te zwaar willen sjouwen met spullen. Het is een hele vriendelijke camera naar je publiek toe, naar mensen toe. Ja. Het is niet bedreigend, dus nee, als dat je eisen zijn, wordt dat heel snel je vriend. Ja. Ja. Eigenlijk echt de fotoliefhebber. Fotoliefhebber, absoluut. Ja, de pure fotoliefhebber. Maar iedereen kan ermee werken. Bedankt natuurlijk dat ik met jou mee mocht lopen vandaag. Superleuk. Ik wil jullie ook bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Laat even een like achter. En als je nog niet geabonneerd hebt, doe dat natuurlijk ook. We weten dat sommigen van jullie kijken en die hebben nog niet geabonneerd. Dus neem even 2 seconden hieronder. Abonneren. Dus wat moeten de mensen doen? Abonneren natuurlijk. Abonneren. De rest was voor nu nog maar 1 ding om te zeggen. En dat is tot de volgende.